vent heeft laten zitten. Had ze zich zwanger laten maken en dan moest ze met die vent trouwens, was een stuk jonger. Maar die Debbie was altijd een raar wijs, was een dom, typisch dom blondje. Die vent was dus een stuk ouder. Hij hield niet van haar, maar hij kon haar neuken. Dus ja, dan doe je dat maar als man en dan werd ze ook nog zwanger. Dus dan zijn ze veroordeeld tot elkaar. Dus het is een gefrustreerd vrouwtje. Want ze heeft gemerkt dat die vent dus niet echt van haar houdt. Ja, hij hield gewoon van te seksen met haar. Met deze peperhaai. Maar dat heb ik een keer gehad met jullie. Toen zette ik een auto in Elsloo neer. Dat was met Jenny. Toen zeiden twee, je mag die auto hier niet neerzetten. Toen zei ik van, het is een openbaar weg. Ik betaal wegenbelasting. Nee, waar mag je hier niet staan? Ik zeg, ik moet niet erachter komen dat er iets aan mijn auto is. Want dan weet ik dat jij het gedaan hebt. Maar dat slaat echt. Hoe kunnen ze lef hebben dat ze drie auto's hebben en dan toch nog durven te klagen op die naar die... Ik erger me daar echt aan hoor. Ik weet, je moet niet ruzie beginnen te maken, maar ik weet ook dat ik wat... Ze kennen mij ook een beetje. Je moet daar echt met rust laten. Dat ja. Luna is iemand die laat zich ook met haar wegpraten hoor. Nou, je blijft wel staan van... Ja, sommige dingen zijn toch wel eenvoudig. Lekker ook, ik ga voor mijn auto niet extra aan neerzetten. Ja, maar die... moeder van Serena of die vader, die vader is ook een watje. Zou de vaccin of sneer dat die verkeer plaatsen? Maar niet zo op de ja, dan zijn ze weg. Ja, als we vragen. Oké, vaccin, hè? Wat een belachelijk volk. Maar verderop is er van, die staan weer begonnen, hè? Het ja, is een van de verkeerplaats. Die doen twee koppen neergezet. Ik zou je s'nachts, zou die bakstenen bij die van moeten zetten, krijg je de schuld. Want ik had rotsen tegen mijn ruiten, toen heb ik tegen anderen gegooid. Laat zei iemand tegen mij, je bent niet de enige die last heeft. Ja, ik was wel de enige, maar ik heb bij die anderen ook gegooid. Nou, dat blijft wel. Ja, dus heel erg oppassen dat je niet vertrouwt.